Het was deze morgen wat zoeken naar een geschikte betalende parking en daarna naar de start van de kabelbaan, maar met de hulp van een vlot Duits sprekende bejaarde parkeerwachter lukte beide. Ik heb vandaag vastgesteld dat er omhoog en omlaag spieren in onze benen aanwezig zijn. Met de kabelbaan zweefden we naar de top van de Sneska, de hoogste berg van het reuzengebergte, zodat onze wandeling vooral uit dalen bestond, vanaf een hoogte van 1600 meter naar 850 meter in het dal van Pekpot Snesku. Grote delen van het Kurkonosje, ons beter bekend als reuzengebergte, hebben sinds 1962 de status van nationaal park en staan onder natuurbescherming. De legende wil dat de reus Krakonos het reuzengebergte heeft doen ontstaan. Met donder en bliksem, stormwind en heftige regens heeft hij het gebied geplaagd. Het resultaat is een gebergte met steile hellingen, diepe kloven en barre toppen, dooraderd met snelle bergstromen die er hun oorsprong vinden. De Elbe is er eentje van, die ontspringt in een mooi venengebied waarover we via een mooi knuppelpad konden stappen. Een deel van de wandeling liep precies op de Pools-Tsjechische grens, zodat we op een bepaald moment met ons ene been in Tsjechië stonden en met het andere in Polen. We vertrokken met zon, maar halfweg de wandeling moesten we even onze regenkledij bovenhalen. Momenteel spettert het opnieuw een beetje. We staan nu op een typische winterparking speciaal voor skitoerisme, dat hier overal aanwezig is. We konden er een warme douche nemen, zodat we herleefden na onze toch inspannende wandeling. We waren beide het had af.